Goedemiddag, welkom bij de podcast van De Aandeelhouder. Het is vandaag 22 december dat we het opnemen. 23 minuten heeft het uitzenden natuurlijk. En we gaan praten over de beurs van de afgelopen week. Gebeurtenissen. We kijken een beetje ja, terug voor de afgelopen week. En natuurlijk vooruit naar volgend jaar wat er allemaal gaat gebeuren op de beurs. En dat doe ik niet alleen. Samen met Albert Jellema van Probeleggen. Dag Albert. En Edwin Wierda van Wierda Vermogensbeheer. Edwin, welkom uit Heerenveen hier naartoe. Assen. Uh, Assen, sorry. Ja, ik, want ik ben al in de warmte met Sportclub Heerenveen. Natuurlijk, ja, ja, waar ja, waar jij een grote... Uh, uh, Groot fan van bent is ja. de, de vlag al uit daar is is al verkocht of nog niet? Nee, is niet verkocht officieel. Want oh, die is moet hem niet... op geld op nemen. Ja, ja. maar de, de, ja, de, de, je kunt het op verschillende manieren bekijken. Gaat de vlag uit als hij weggaat of gaat de vlag uit als hij blijft? Dat zijn de meningen over verdeeld binnen de club. <laughs> ja, ja. Maar, maar goed, het is eh, maar het is toch een hoop geld waard. Denk ik, voor je ja, even. nee, uh, strikker om me weg. Graag zelfs. Laat de Amsterdam ja. veel geld bieden, laat ze veel dat veel betalen. Hij je kan ook keeper gebruiken. Dat denk ik wel ja. Ik had gezien is dat ja. uh, Teletext is weer in ere hersteld. 819 was, was weggehaald. Heel raar. We staan natuurlijk de hele tijd bovenaan. Ja, ja. En dan kan je Teletext niet kijken. Maar dat staat er nu weer. Maar wat mij opviel eraan was dat, dat Ajax uh, Edwin, die heeft meer tegendoelpunten dan Nek. Ajax okay. heeft meer laat dat er veel meer in werken Meer tegendoelpunten dan Nek. Dus die, die zitten echt ja, verlegen om een keeper. Dan had Nek dus wel een goede keeper blijkbaar gehad. Ja, zullen ze Verhaal van Van, van dat een keer van nek. Ja, ja. ja, dat, is ook, ja. ja dat is ook apart. Ja. Hobart, nee, heb je gedachten ja. over uh, voor Ajax? Zoeken jullie nog een keeper? Nou, ik, ik, ik hoop zo dat het fijn wordt van die troon gelijk af gaat. <laughs> ik ben er zo klaar mee. Met jou, we gaan eh, door naar de beurs. Jou, eh, jou, uh, we gaan we het over de beurs Dus ik kan niet wachten totdat 8-1-9 in Ere is hersteld. Met de juiste club, met de A op 1. Iemand zei tegen mij... Ja, geniet er maar van 8 januari is gebeurd. Maar ik zeg 8 januari is de eerste wedstrijd. Maar we staan drie punten los. Dus we kunnen ook nog een keer verliezen, Edwin. Maar ik denk dat ze een noppie uh, niet moeten kopen. Nee. Zo het gewoon over de beurs hebben, jongens. Al dat gevoetbal, WK uh, net achter de rug, helemaal klaar mee. Goeie. Edwin, um, ja, beleggers, wat doen ze? Wat doen ze tegenwoordig? Zijn ze actief bij jou of willen ze, willen ze bijkopen? Hoe kijken zij naar uh, het komende jaar en, en de beurs? Zijn ze bang, bevreesd of. Ja, nou je ziet dat beleggers nu, maar de is zijn het hele jaar al een beetje gaande, uh, relatief rustig zijn. Tenminste bij ons. Onze klanten zijn heel mm -hmm. rustig. Uh, BD's is misschien het juiste woord. Uh, misschien een beetje geschrokken van de bewegingen dit jaar. Maar er is ook een heel stuk gelatenheid bij beleggers, volgens mij. Ja. En beleggers zijn ook gewend. Hè? Dus, dus in die zin, uh, afgelopen jaar best ook wel wat, wat slechte dagen er dus door gehad. Maar je ziet gewoon dat, re dat ze relatief rustig, bl rustig blijven. Ja. In het verleden hebben we natuurlijk wel vaker dalingen gezien. In 2008, 2018, 2011, 2020. En uiteindelijk herstelt het al, altijd weer en daar hebben natuurlijk beleggers ook van geleerd, dus uh, nee relatief rustig bij ons, ja. ja, beter. Er komen er nieuwe mensen binnen, nieuwe klanten binnen, ja, nieuwe beleggers omdat er uh, toch uh, ja. Ja, we hebben dit jaar relatief weinig flow in die zin, weinig klanten die gestopt zijn. Ja. Nee, zijn natuurlijk alle mensen die overlijden of, of andere dingen gebeuren, je hebt altijd wel wat flowen, maar relatief weinig dit jaar. Ook wel weer wat aanwas. Al moet ik wel zeggen dat die aanwas met name komt op dagen dat de beurs omhoog gaat. Dus als de beurs omhoog ja, ja. gaat, dan wil iedereen eens weer. En op het moment dat de beurzen lager gaan en aandelen dus per definitie goedkoop zijn, dan is het doodstil ja. en is er weinig aanwas. Het zijn soms uh, dat zijn net mensen. Zo is het. Ja, dat is vaak een belegers. Nu heb jij een ja. kantoor in, in Assen, zei je net, die komt uit Assen natuurlijk, maar ook, en ook in Laren. Hè? Ja. Nog bedankt, want ik parkeer vaak bij jou, ja, dat weten mensen zelf okay. ook niet, maar als ik een parkeerplekje zoek in Laren bij Edwin, dan is al de ruimte. <laughs> je moet niet of, dan zit je gewoon met een bordje wie je daar vermogen weer. <laughs> <laughs> nee, dat is wel makkelijk. Maar ja. Ja, moet je niet een kantoor <laughs> hebben in, in uh, Brabant ofzo, of uh, daar zitten ook best wel uh, ja, vermogende mensen. Jazeker. Ben je daar maar... wel actief daar? Hoe gaat het? Nee, wij zijn actief in heel Nederland. We hebben klanten in alle provincies en, en alle steden ja. en alle dorpen een beetje. Dus we zitten overal. Kantoor Lar is met name bedoeld voor mensen uh, die in de Omgeving van Laren wonen, maar zeker ook voor mensen die wat verder weg wonen. Brabant, Rotterdam ja. en dat soort plekken. Die komen dan in Laren om af te spreken. Of wij gaan naar mensen toe. Maar ik sta niet te strappelen op nog meer kantoren. Twee kantoren handelen is, is al een opgave. Zeker als je geografisch wat verschil in afstand hebt. Ja. Ik hoef geen drie of vier kantoren. Dus uh, nee, het gaat op dit moment helemaal goed. Oké. Okay. Prima. Nu, uh, nu ben jij ook, hè? maar je, je gaat ook meedoen en, uh, op 11 januari. Voor de mensen die uh, dat nog niet weten: 11 januari is weer het jaarlijkse beleggersdebat van Links. Uh, daar ben je ook een van de sterren. Ik natuurlijk ja. ook, maar jij ook. Ja, leuk. <laughs> heb jij al, al een tip? Ik ben bezig met de voorbereiding en uiteindelijk, uiteindelijk zal ik helemaal een tip hebben. Je moet je even klappen, dat ga ik nog niet doen. Nee. Nee. Ik ben ook nog druk bezig. Ik laat me door allerlei goede analisten adviseren. Ja, ja verstandig. Ik er in Aasje. En dan gaan we kijken wat we daarvan maken. Dus 11 januari, mensen die uh, zich daarvoor willen inschrijven, dat kan via de link hieronder. En dan uh, kan je inschrijven op de pagina van links. En dan kun je gewoon, uh, dat is op een woensdag geloof ik, van 8 tot uh, half 11. Avondvullend programma. Ja. Met heel veel uh, analisten, ook economen en uh, allerlei mensen. Oké, Albert. De Wekelijkse vraag aan jou: hè, ik vraag het elke week weer. Ja. wat heeft je verbaasd afgelopen week? Nou, wat mij verbaasd heeft, uh, waren gisteren natuurlijk onze jaarlijkse kerstuitje. En uh, wat mij verbaasd heeft, is uh, dat jij niet zo goed kunt biljarten. <laughs> en ik dacht, jij bent van de oude generatie, dus ik denk, jij weet wel hoe uh, je met een keu een bal in een pocket krijgt, maar dat viel toch best tegen eigenlijk. En uiteindelijk was je dolblij dat je voor mij. Potje ik je twaalf een, won je... Ik, ik een, heb één potje gewonnen. Voor mij won je één potje, potje twaalf of zo. En ik dacht van <laughs> nou, iemand hè, die, die de, ja, de, de, de oudere generatie, dat die toch wel van die jonkies, die alleen maar met een telefoontje aanzitten, wel moet kunnen winnen. Nou, maar, ik had een paar keer heel veel pech dat ook. Dat, dus heeft wel, dat, van, dat heeft mij wel verbaasd. Ja, ik nou, kan me voorstellen, meestal win ik spelletjes zelf. dus dat... Uh, voor mij heb je gisteren niks gewonnen. Ik geloof dat je verbaasd bent dat uh, ik niet win. Maar goed, dat dat, dat uh, heb je ook niet gewonnen. Nee. Ben jij een biljartrein winnen of niet? Nee. Ben je überhaupt geen spelletjesmens? Nee, ik zeg niet wel, wel uh, sportief of niet? Ja, uh, redelijk sportief, maar uh, ook niet extreem. Maar ja, de, de, beurs, de, de beurs is één groot spel. De beurs is één, gro <laughs> één, één groot, spel. Dat klopt. Nou, ja. dat ze dan behoorlijk. Dat vind ik dan een leuk ja. spel. Dat is één van de weinige spellen die ik echt leuk vind. <laughs> heb je niet voetbal vroeger of zo Zeker voetbal. <laughs> ja, ja. ja okay. maar Ik ben gestopt. Is je spit? Ja. Ja, dat moet ook. Nee, ik ben eigenlijk. Ze hebben mij, ja, ook, ook, ze hebben mij alles geprobeerd, het hele ja. elftal op alle posities. Maar uiteindelijk <laughs> is besloten dat op te stoppen. Links buiten, <laughs> links buiten het veld. <laughs> ja. Oh, okay. ja. Um, Oké, okay. ja, Nico die kan niet biljarten. Ja, dat wist ik al natuurlijk. Het verbaast mij niet. Wat heeft jou verbaasd in de afgelopen weken? Heb je iets, iets opgevallen in het nieuws? Of zeggen van nou... Dat, dat... Ja, nou, in die zin ook dat, 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 dat sentiment, hè, wat best wel overheersend is op sommige dagen, heel snel kan omslaan. Hè? De ene dag ja. dat iedereen wat het negatief is en heel wat depressief aan het worden is. En de dag erna, dan kijken we allemaal weer ineens naar 2023. Dan zien we allemaal weer kansen en gaan we weer vrolijk omhoog. Dat wisselt nogal snel. Ja, uh, maar goed, dat is het hele jaar zo geweest. Het gaat ook wel hard hè. Met Bijvoorbeeld vorige week dat die, die, die beurs lag eigenlijk gewoon een paar weken best hoog niveau. En dan ja. in één keer komt die expiratie uh, was het waarschijnlijk mee te maken. Ja, Alleen, ik zet het allemaal uit. Ja, maar als je achteraf kijkt, Nico, het is allemaal achteraf is het allemaal makkelijk verklaarbaar natuurlijk met alles. Maar, mooi wonen hè. ook achteraf. Ja, zo is het. Maar kijk, als je naar de ecb en FED kijkt vorige week. Wat er feitelijk gebeurd is. Is dat zowel de ECB als de FED... steeds gezegd hebben: we gaan rente verhogen. Uh, zolang er inflatie is. En we gaan langer door met verhogen dan iedereen wil en denkt. Want we willen geen fout maken door te vroeg stoppen, te stoppen met renteverhogingen. Inflatiebestrijding is onze, onze key factor. Daarna komt de rest wel, maar eerst inflatie uh, bestrijden. Nee. Dus beleggers, let op: dit gaan we doen. En dan schrik iedereen even weer. En dan duurt het even een tijdje. En dan komt er een of ander meevallend uh, macro-economisch cijfer. En dan gaat de beurs weer omhoog, want dan zegt de groep beleggers van ja, maar misschien vallen we even erin te verhogen, misschien gaan ze eerder stoppen, noem maar op. Dat is nou twee keer gebeurd. En nu komt de ja. derde keer en dan zegt Paul nog maar een keer tegen de beleggers, jongens, uh, jullie lopen op een zaken vooruit. Want ik heb nog twee keer gewaarschuwd, maar ik waarschuw nog een keer, ik ga lang door. ECB zei de dagen na eigenlijk letterlijk hetzelfde. Hè? Dus uh, we hadden kunnen weten dat de ECB en de FED echt niet eerder gaan stoppen met verhogen dan iedereen nu, nee. uh, dan, dan zal gezegd hadden. Ja. Maar beleggers werden waarschijnlijk iets te optimistisch. En toen hebben de centrale uh, banken gedacht. Nou, we gaan hier even uh, ingrijpen. Ik was ook ja. wel verbaasd, hoor, van uh, Hoe snel het in één keer uh, alle zorgen verdwenen leken. Van 6,30 naar uh, wat was het? Uh, 7,30 ongeveer ja. of 47? Ja, een paar maanden. Nee, ja, van de zomer ik, uh, was het zo, 6,30 inderdaad. Ja. En dan heb je volgend jaar, uh, nou het eerste half jaar krijg denk ik, heel veel bedrijven krijgt het lastig om goede winstcijfers te laten zien. Uh, dus ja, ik. Uh, dat is meer een kleine anekdote, maar bij ons eigen bedrijf verkopen we ook advertenties. We deze week hadden wij onze zeg maar, tussenpartij die alle advertenties verkoopt. En die zei van voor Q1 volgend jaar, er wil niemand een euro uitgeven. Qua advertenties. Het is echt. Uh, komt een enorme beuk voor op het gebied van advertenties alleen al. Ja. Nou, dat is altijd toch wel een soort uh, ja, cyclische uh, indicator. Als het daar slecht gaat, dat er wel meer dingen slecht gaan. Dus ik denk dat het. Uh, de vraag is hoeveel zit verdisconteerd nu in de beurs? Mm -hmm. hè? Want ja, de beurs loopt 12 maanden vooruit. Maar ik denk dat eerste helft 2023 geen prettig zevenseizoen uh, seizoen uh, zal opleveren. Nee, nee, voorzichtigheid, troef zeg maar. Nu las ik net een rapport van ABN Amro en die, die hebben ook. <kijfieft> Alle banken die kijken vooruit naar volgend jaar. En die zegt eigenlijk een van de risico's is dat eerder andersom gaat. Dat we het eerste half jaar dat het juist heel, heel goed zal blijken te gaan nog en dat die recessie in Amerika pas later komt. Um, de, de, de risico's voor volgend jaar. Is het, is het weer inflatie en rente? Blijft dat verhaal doorgaan? Heet u? ja dat waren de items dit jaar en dat zal uh, zeker 23 weer het item zijn hè. het gaat om inflatie het gaat om rente het gaat om beleid van centrale banken hangt ja, daar natuurlijk allemaal mee samen uh, China zal nog steeds een rol gaan spelen maar goed daar komen ook een aantal dingen waar we nu nog geen weet van hebben die ja. in, in, ineens uh, uit niks komen en waar we als beleggers op moeten reageren en dat is natuurlijk ook leuker van het vak maar goed, rente zal wel, uh, wel een dominante factor uh, uh, blijven. Dat verwacht ik wel. Nou, eigenlijk uh, is het dus eigenlijk niet de rente, denk ik, maar het is de, het is de inflatie. Ja, afstand, die ja. die, die, die ja. bepaalt het natuurlijk. Hè. Uh, we hebben nu twee keer een, een paar tiende meevalletjes gehad. Uh, de vraag is dan, uh, <laughs> ja, gaat dat uh, zich voortzetten? Gaan we van uh, zeven naar uh, volgend jaar bij wijze van spreken naar vier? Uh, want er wordt al best wel verdisconteerd dat in de... Eind volgend jaar de rentes in Amerika weer verlaagd zullen worden. Ja. Nou, dat is wel een uh, vind ik wel een dapper uh, ja. gemiddelde consensus dat het dan al zover zou zijn. Dus dat, uh, daar zit ook wel een risico op. Kijk, als die inflatie uh, uh, ja toch wel wat hardnekkiger uh, bij wijze van spreken, op 5% nog blijft hangen. En dat er een keer een soort. Uh, ja, ja. We dalen nu, maar ja. dan komt het op een bepaald niveau. Ja, dat is best wel een uh, risico, denk ik. Ja, oké, okay. Inflatie rente houdt ons bij. Ja, we hebben natuurlijk ook de afgelopen, als je kijkt naar de afgelopen drie jaar, Elk jaar was er eigenlijk een verrassing. <coughs> ja. met, de, met de corona drie jaar geleden. Uh, vorig jaar met, met die enorme technologie aandelen die omhoog gingen. Dan ja. Nu dit jaar met de inflatie en de oorlog. Hè, wat, ja. wat natuurlijk aan uh, niemand opgerekend had. Dus ja. we ja. zeggen expect the unexpected. Ja, ja. elfstedentocht. Die moeten we ja. dan uh, niet hebben. Elfstedentocht, even in. Nou, wel? Uh, liever wel, natuurlijk. Waarom niet dan? Ja, maar dan de gasprijs weer uh, door uh, Ja, elk voordeel heeft zijn nadelen en andersom, maar laat hij al 70 maar komen. Het zal toch niet zo zijn. Wanneer was de laatste, dat we, Wanneer was de laatste? Uh, uh, eind jaren 90, hè? Eind jaren 90, 90, 90, 90. Echt heel lang geleden. Dat ja. is 85, 86 en 97. Okay. Vongen, er was nog een keer toen ze hadden ze het misschien wel kunnen doen. nog een keer. Ja, dit wordt ja, Het is, niet ik ja, de ja, de is ja. In deze tijd ook moeilijk, want het, het wordt zo massaal natuurlijk. Het wordt echt één grote chaos. Ja, dat zijn ze ook maar dus voor, Het Je moet echt heel dik ijs leren. Heb je afgelopen weekend nog, nog staatsen of niet? Ik ben er geen zeker hoor. Ja, ja, ik ook wel. Nee, <laughs> sportjes. <Nee, z> <laughs> sport, <laughs> moet je zeggen, daar heb ik te druk voor. <laughs> sport je überhaupt? Ik sport wel, maar geen schaatsen. Hou ook over sport. We kijken hier of heen. Laten we even kijken naar het nieuws van afgelopen week, want er is best wel wat gebeurd. Ondanks dat er denken van nou, ah, er gebeurt niet zoveel. Maar Fugaro uh, is, is behoorlijk in het nieuws hè. Albert, groot verhaal van Fugaro? Ja, dat, um. dat weten we niet als het een groot verhaal is, maar in ieder geval het verhaal wat kwam, als dat zou dat helemaal waar zijn, dan is het een mega verhaal. Omdat er natuurlijk uh, in Brazilië uh, is, een, is, een, is een uitzending geweest waar het over gaat dat er is een grote natuurramp geweest in uh, Brazilië. met 270 doden uiteindelijk met een ja. damp, die uh, ja, die doorbrak, en uh, nu kwam eruit dat, uh, of uit dat is niet een feit, maar dat is wat er verteld werd, dat, door, dat het misschien wel getriggerd was door de boringen uh, van Fugro, en uh, daarom ging het aandeel op die dag, uh, ik weet het niet exact, maar rond de 30, 30%. in de rood ja. uh, alleen de, de zeg maar de hoofd uh, ja, aannemer of degene die die daar de belangen had, dat was Faley. En die heeft al 7 miljard schikking betaald uh, uh, voor die natuurramp. En die worden nog door uh, in de SEC uh, in Amerika. Hebben ze ook nog uh, klachten lopen. Mm. Als natuurlijk een gedeelte. Uh, ja, stel dat een gedeelte veroorzaakt zou zijn. Uh, de, of helemaal door Fugro. Ja, dan is dat een mega ding. Uh, omdat het natuurlijk. Uh, Fugro is een bedrijf met een. Ja, relatief kleine markt. cap ja. voor zo'n extreem. Ja, grote ramp, uh, dus uh, ik heb geen aandelen, ik koop geen aandelen, ik denk ook niet van uh, hè, we kopen hem even voor de bounce of zoiets, want uh, ik weet het niet, uh, dus dan is het voor mij uninvestable. Het ja, is wel een behoorlijke bounce <coughs> geweest. Is dat, uh, ja, kijk jij naar, naar zo'n aandelen <coughs> op dat moment? Want het ja, nee. heeft een tientje gestaan, de ronde zelf, nu staat het bijna weer 12. Ja, nou, ik zit op dezelfde lijn als Albert, ik ben, we zaten er niet in gelukkig, we gaan er op dit moment ook niet in. Uh, maar kijk, je kunt wel zeggen in de algemene zin, ik weet niet wat er precies gebeurd is. Ja, we, we lezen nu van alles, maar ja. niemand weet wat de feiten zijn. Maar bedenk je wel, met dit soort bedrijven Europese bedrijven, Nederlandse bedrijven die actief zijn in, in dit geval Zuid-Amerika je staat gewoon met een op achter. Denk aan uh, SBM, dat is helemaal geknipt en geschoren door uh, in Brazilië destijds ja. uh, in, in het geval met Petrobras. Uh, Ahold is uiteindelijk helemaal uh, geschoren in Noord-Amerika. Galapagos is uiteindelijk in Noord-Amerika helemaal uh, geschoren. Philips die heeft enorm veel last in Noord-Amerika. In algemeen zin kun je zeggen dat als Nederlandse bedrijven of Europese bedrijven naar Amerika gaan, of zeker naar Zuid-Amerika gaan. Ja, daar sta je gewoon een eenmaal achter. Ja. Ook zeker in dit soort gevallen. Ja. Dus uh, ja, dat, uh, wordt zo'n bedrijf een investable eigenlijk? Nou voor mij hè. Kijk, uh, Ik ben, ja, als ja, ja. mensen erop willen gokken dat, uh, dat Fugro helemaal vrij is en dat, uh, dat het ze ja. niks kost, dus, uh, ja. uh. Nou, wat en kunnen zij eraan doen? Wat kunnen zij aan aan, aan uh, want, ja, het, is, het is natuurlijk een lastig parket. Ze weten ook niet precies wat, wat er allemaal er loskomt. Wat, wat uh, kunnen ze eraan doen? Ja, kijk, zij zijn gewoon afhankelijk van onafhankelijk onderzoek naar de ram. In dat soort landen ja. En uh, en daar moeten ze aan meewerken. Ja. Uh, dus ze kunnen er verder niks aan doen dan meewerken. Ja, en dan is het, uh, ja. Godzijde, de ja, Ja, er, er komt een tv-programma op zondagavond en dan uh, ja, zie, zie je op maandagochtend die koerslager openen en dan komen ze om een uur of elf met een persbericht. Ja, Van, uh, maar dan, dat zou kunnen betekenen dat, dat zij dus ook geschrokken zijn in die zin. Je zou verwachten dat als zo'n programma wordt uitgezonden zondagavond, ja. dat zo'n bedrijf op vrijdagavond gebeld wordt. Want we gaan dit zonder uitzending. Ja, nou, dat wisten ze. ze, ze wisten ze dat? Okay. Nou, ja, ze, ja, ze okay. mochten commentaar geven. Op, ik weet niet of ze het gezien hebben. Maar, maar ze, dan zijn, dan ze zijn gevraagd de, voor commentaar. Dan hebben ze dan dan ze om op, op. Nee, maar nee, maar Dan is het echt. Uh, dat wist ik niet eens. Maar dan ja. is het compleet belachelijk dat ze niet voorbeurzen. Ja, zegt, ja. Had je dat ik weet niet of ze de daden. Maar ik neem aan dat ze wel de daden van de uitzending weten. En ze zijn in ieder geval. Ze, hebben ze ook gezegd in de uitzending. We hebben gevraagd aan Fugro. Hoe kijken jullie tegenaan? En die hebben eigenlijk gezegd: van, nou ja, de. Er zijn nog steeds lopende onderzoeken en we kunnen daar eigenlijk niks over zeggen. Dat is niet professioneel, dan hadden ze om acht uur een persbericht kunnen ja. geven, die maandags. Ja. Nou, dat is in principe gewoon een reden voor ontslag voor degene die dat uh, vergeten heeft. Ja, dat kan toch niet? Nee, nou ja, goed, uh, uh, uiteindelijk doen ze het wel. Dan, uh, alsnog, ik laat het zo zeggen, l, als dat een persbericht om elf uur is gekomen, dan zou ik ervan uitgaan dat ze het niet wisten dat die uitzending op zondagavond ja. zou zijn, want als je het wel zo weet, dan kun je dit niet laten gaan. Ja, maar ik kan, ik kan me niet voorstellen dat, dat ze dat niet wisten, want dat, dat, dat houd je toch in de gaten. Jij nee, zei. Je... Nee, maar <laughs> ik weet niet of, of ze, de daden van uitzending wisten. Maar ik, ik, uh, ze zijn ja. in het programma genoemd als zijnde dat ze, ze ja. commentaar mochten geven. Dat hebben ze dus op, okay. op niet gedaan eigenlijk. Nee, okay. uh, en waarschijnlijk en hebben ze gewoon een eerste koersreactie koersreactie ja. afgewacht. denken van jezus, mina, we gaan dit op nou, We hebben we ook we wel waar we misschien wel in kunnen beleggen. <laughs> Welke? Nou, uh, OCI bijvoorbeeld is een fantastisch aandeel, maar die krijgt nou opeens een koersdoelverlaging vandaag van 45 naar 40 van onze favoriete analisten van uh, de Groof Peterkamp. Ja, maar ja, Nico, we zijn eruit. <laughs> <laughs> Hè? Het was een spits in ons hoofd al, hebben we netjes verkocht, klappetje gemaakt en uh, nee, wat is dat uh, dat belang wat ze hadden of wat ze hebben in het thirty um, Globe. Ja. Uh, dat, de, dat aandeel is ook stevig gedaald, dus daar komt die koersdoelverlaging ook vandaan. Ja, en de, het valt misschien ook wel een beetje in de categorie natuurlijk. Uh, eerst dachten we van oh misschien hebben ze wel één of twee goede kwartalen. Nou toen werden een twee goede kwartalen wel een goed jaar. Nu zien de lijkt, uh, lijkt het weer dat er uh, één of twee kwartalen goed nieuws aan komt. Er komt heel veel dividend aan. Alleen. Uh, op een gegeven ogenblik, uh, het blijft niet altijd meezitten natuurlijk. En uh, kijk, uh, de kant uiteindelijk echt voor de koers zal zijn... als ze weer teruggaan naar hun, zeg maar, originele winstgevendheid. En die ligt in mijn ogen uh, nou, op max 1,5 miljard. Uh, dus tussen de 1 en de 1,5 mm -hmm. miljard. Dus uh, dat ze nu 4 miljard maken, dan... Uh, nou, ja. laten we zeggen, daar hebben ze zeker 2,5 miljard aan massa te denken. Want dat is niet dat ze zelf iets bijzondere dingen <laughs> Dat is allemaal hebben, maar... extra's. Maar nou ja, ze gaan zich wel een <tus> beetje richten op andere, andere sectoren. Een beetje ja. in de waterstofhype uh, Jawel. Dat uh, doen de, ze ook met de, de, de ammoniak. De, de massa blijft gewoon. Uh, ja, dat ze enorm profijt hebben dat zij productielocaties hebben uh, buiten Europa. Uh, en toegang tot goedkoop gas en daardoor een competitief voordeel hebben gekregen waar je alleen maar van kunt dromen. Ja. Dat is waar. OCI. En gasprijzen uh, dalen natuurlijk ook. Ja, dat is waar. Misschien, misschien is het ook gewoon heel makkelijk. Heeft dat te maken met het weer? Ja, dat het is beter koud warm, de gasprijs daalt. Nee, maar de winter is niet zo heel uh, hard op dit moment. Ja. Uh, niet zo heel koud, dus dat valt mee, denk ik. Ja. En misschien ook wat minder afname, misschien minder economische groei op dit moment de laatste weken. Ik weet het niet. Ja. ja, Dat speelt natuurlijk ook mee. Want iemand zei van ja, hoe kan dat dan? Hein? Want in augustus was het heel warm. Toen was, die, uh, was, was, was de gasprijs veel hoger. Ja. Maar uh, toen was iedereen natuurlijk alle Europese landen waren aan het hamsteren. En nu Nederland, ja. hè? Kopen. En de nu, maximale prijs. Uh, nu liggen ja. die schepen op zee met uh, LNG, die kunnen niet kwijt. Ja, dat, ik zit zelf bij, bij Vattenfall. En dat is niks oh. nadenken van Vattenfall, Want ik vind het een super nette partij. En ik zit er ook uh, met alle plezier. Alleen die proberen nu ook aan hun klanten uit te leggen waarom ze steeds meer betalen nu. En dat komt. Uh, ja, wij snappen dat wel. Uh, wel maar de, 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 ze moeten uitleggen dat. Uh, de, Gasprijzen dalen wel, maar zij kopen natuurlijk eerder in. Dus zij hebben ingekocht op hoge niveaus. Uh, dus wij betalen nu bij wijze van spreken van wat ze in augustus hebben bedacht met elkaar, wat ze allemaal betaald hebben. Daarvan krijgen wij nu de rekening. Uh, alleen wat ze nu inkopen, wat een stuk lager is, ja, uh, dan hebben we spijtig genoeg. Dan is het waarschijnlijk al lente. <laughs> Ja, nou ja, ja. Um, laat we kijken hoe dat gaat. Dat wordt natuurlijk wel een van de thema's van volgend jaar, maar laten we hopen dat... Daarom zei ik ook, de het komt nu niet echt heel goed uit, Edwin, sorry. Maar we moeten uh, rustig aankijken. Er is iedereen toch wel een paar tientjes voor over, joh. Jongens, laten we vooruitkijken naar volgend jaar. En uh, even kijken. we hebben het vaak over aandelen, we willen ook graag even kijken, wat, wat, wat zijn nou leuke aandelen voor volgend jaar? Een van de theorieën om te beleggen is dat je de, 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 de um, aandelen koopt die het... Het jaar erop slecht hebben gedaan. De Dogs of de Douwen, ja. noemen we dat wel. Hè? Nou, we hebben nu een, uh, <tie> twee artikelen voor onze leden. Die staan dit weekend en volgend weekend in het magazine. In twee jaar gehad, tien turnaround kandidaten. Turn around kandidaten, ja. turnaround kandidaten dus dat wat vaak een beetje eufemistisch genoemd, of, of ja, misschien te optimistisch, maar bedrijven waarvan denken van nou, ah, daar gaat wel iets gebeuren en dan gaat het weer goed. Heel vaak ja, gebeurt het ook niet, komt het niet uit, maar soms ook wel. En als je er. Uh, uh, ja, stel je hebt het tien uh, en dan komen er twee uit. ja Dan kun je toch een hele goede zaken doen. Edwin, ik heb hier dat lijstje met die tien aandelen. Ga ik een ja. aantal uitnoemen. En, en er zitten ook wat, wat uh, uh, aandelen bij waar jij ook wel... Uh wat mij heb denk ik, een Galapagos bijvoorbeeld. We hebben het er laatste over gehad voor die beleggersdag. Ja, dat ging eigenlijk niet goed. Die Stoffels kreeg de boel niet aan de praten, op een of andere manier, Nee, maar dat gaat wel gebeuren. Het is nu, het is nu wel weer hersteld, maar we staan we staan weer rond de 40. Ja, maar ik denk, je moet even kijken. Je hebt gezegd, turn kandidaat, en dan ga je dan Galapagos onder, maar eigenlijk is die turn around bij Galapagos die is alleen gezet. Dus niet zozeer dat het in 2023 gaat gebeuren, want dat is eigenlijk dit jaar al gebeurd. Ik denk dat het een heel beloftevol is voor 23. Moet even niet meer naar het verleden kijken. Want mensen kijken ja. allemaal naar die koers van 205. Ja. Dat is allemaal geweest. Die staat hier gewoon 38, 39 euro. Feitelijk is zo. Uh, nou, het verhaal is redelijk bekend bij de meeste beleggers, denk ik. 60 euro kasgeld. Een koers die op uh, 39 staat. Uh, negatieve waarde, dus hè, voor alles ja. wat er nu loopt. Een nieuwe topman die daar de zaken uh, op orde aan te stellen is. Duurt wat langer dan iedereen had gehoopt, maar hij weet wat hij doet. De nieuwe topman gaf twee, drie dagen geleden een interview in de Financial Times. Stoffels. Uh, ja, stoffels. Ja. Heb je hem al een keer gesproken of niet? Of ik Heb hem al een keer gesproken? Ja. Is ja. okay. ja. dat verkeerd? Uh, heel solide, heel betrouwbaar, wat mij betreft. Weet heel goed wat hij doet. Maar hij doet het misschien wat minder snel dan de snelle investeerders willen. Stoffel, de schildpad. Ja, ja misschien ja. is het zo. Maar hij doet goede dingen. Maar hij gaf een interview in de Financial Times. was, was echt goed. <laughs> <positief. laughs> ja, ja. En ja. ik dacht ook <laughs> in één keer oh, aan de ja, Stoffels, Ik dacht, was uh, afgestoft. Ja. <laughs> maar jongens, even even, 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 ja, even Ik heb een altijd... paar argumenten hè, die voor mij belangrijk zijn. Um, ik wil niet het hele verhaal weer opnieuw vertellen, nee. want veel mensen kennen dit bedrijf ja. al een beetje. Maar een paar dingen zijn belangrijk. Dit bedrijf heeft nieuws nodig. Er ja. moet nieuws komen voordat eindelijk analisten weer <coughs> gaan kijken en gaan rekenen. wat zo'n zo bedrijf nu werkt of niet waard. En het ligt allemaal wat stil. Een ja. paar dingen. Uh, zij zitten onder andere, zijn ze bezig met een onderzoeksprogramma in fase 1 voor, moet ik uit het spreken woord, psychorias. Dat is een soort huidziekte. Ja, die, uh... Dat zit bij hun in fase 1. En als zo lang een bedrijf in fase 1 eh, aan het ontwikkelen is, dan over het algemeen geven analisten dan een, een, een waarde van 0 eraan. Dus je ziet ook in alle rapporten die over het bedrijf geschreven worden, dat dit programma, wat in fase 1 zit, eigenlijk niet gewaardeerd wordt nog. Maar ze hebben wel aangegeven dat zij eind, nog voor het einde van dit jaar naar fase 2 gaan. Dat hebben ze officieel gecommuniceerd ja, in november. Okay. Dat zou moeten betekenen dat er één deze dagen een bericht komt dat ze naar fase okay. 2 gaan ja, in dat programma. Voor het einde van dit jaar? Voor het einde van okay. dit jaar, <clears throat> Dus dan wordt fase 2. Nou, waarom is dat belangrijk? Nou, als je even een paar weken teruggaat, werd een bedrijf wat al ver bezig is met deze, deze ziekte, die is overgenomen, Het was een Japans bedrijf voor miljarden. Dat betekent dus dat die, de, de ziekteverschijnsel iets wel geld waard. Ja. Maar dan moet je wel in fase 1 en fase <coughs> 2 zitten. Dat zou dus een trigger kunnen zijn als ze naar fase 2 gaan, dat analist gaan zeggen. Hey, nou, we gaan een paar euro als koevoel bijzetten, puur alleen om dit verhaal. Mm -hmm. Daarnaast zijn ze bezig met ziekteverkroon. Daar zijn ze al heel ja. lang mee bezig. Daarin zitten ze in fase 3, inmiddels. Ja. Dat klopt ook. Ja. Daar gebruiken ze. Uh, uh, dat, 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 dat oude middel voor, ja? Ja, Iselica, Vigotinib, ja. klopt. Maar ze hebben eerder al gecommuniceerd dat zij in het eerste kwartaal van 2023 met onderzoeksresultaten daarvoor komen. En dan hebben we het over een, een medicijn wat in fase 3 zit. Ja. Dat is redelijk concreet. Ook een grote markt denk ik. Een hele grote markt. dan mag je dus van uitgaan dat als ze dat gaan doen in het eerste kwartaal 2023, dat er nieuws komt om de resultaten. Dat gaat absoluut een trigger zijn voor analisten om eerst te gaan kijken en weer een bepaalde waardering op het programma te gaan zetten. Dus we hebben twee dingen, einde van dit jaar zie je waarschijnlijk ja. nog. Eerst getal 2023. En ik ga ervan uit dat dan analisten met andere ogen weer gaan kijken en gaan rekenen. Belangrijk trouwens, misschien de laatste opmerking. Als je het interview voor Stoffels leest in Financial Times, ja. daarin zegt hij dat een van zijn doelen voor volgend jaar is om de aandelenkoers weer boven kerstwaarde te krijgen. Ik snap ja. dat dat een doel is, maar dat ben je bewust. Nou, de cash waren ze dit met 60. De aandelen waren op dit met 39. Dus dan gaat of die cash moet volgens naar beneden gaan of de koers hard omhoog ja, aan. Nee, die, die cash gaat zo eh, 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 als het nu 60 is, dan is het eind volgend jaar is het eh, wat is het 54. Dat klopt. Maar akkoord. Die stotel die, die, die heeft van mij 1 miljoen opties gekregen nou, uh, echt, uh, met, nou, ja, vijf, met uit, ergens op 50. Ja, met, met uitoefenprijs 50. Had toen, want in zijn, in zijn eerste week na de aanstelling vloog die koers omhoog. Maar, ja, klopt. Maar je heeft best een goede reputatie. Hij niet Ja, maar, uh, maar uh, er ja, is, is één ding wat ik dan, dan, dan zelf uh, niet snap, zeg maar. Of wat jij zegt, van de nou, analisten doen er dan misschien een eurotje bij of een paar eurotjes Want die gaan ja. die, uh, de kans op succes gaan ze van, uh, nou, van 10% naar 30%. Precies, proeven, zo en soort zaken. En dan hebben ze ja. een dcf en er komt weer wat bij. Alleen dit aandeel. Uh, want het is heel bijzonder hè, dat een bedrijf zo grof onder zijn cashwaarde staat. Ja. Want dat zie je eigenlijk nooit. Dus het wordt door beleggers op een of andere manier uh, is het zo <laughs> compleet uitgekotst. Klopt. Uh, en voor mijn gevoel uh, wil niemand zich er meer aan branden. Klopt. Dus die analisten kunnen, ik denk eerlijk gezegd, als een analist nu vier uur bij zijn koersdoel optelt, dat die koers nog steeds niet in beweging komt. Want er, er moet een nieuwe schare beleggers komen die dit wil kopen. Ja, ja maar je ja, moet, ja, moet twee dingen ik, denk ik, niet onderschatten. Kijk, toen Stoffels kwam, dat was destijds de tweede man van Johnson Johnson wereldwijd. Dat is echt geen kleine jongen. Toen, dus toen hij werd aangekondigd als nieuwe CEO, ging hij <coughs> inderdaad de koers omhoog. En toen waren de verwachtingen hoog gespannen. Ja. Dat hij overname zou gaan nemen, dat hij ja. wat zou doen. Dat heeft lang geduurd. Langer dan veel beleggers dachten. Dus dat is de eerste teleurstelling. Het tweede verhaal is, denk ik, uh, dat, kijk, als je naar de hele biotech sector kijkt, met name in Noord-Amerika, dat is een drama dit jaar. Ja. Die zit natuurlijk ja, in allemaal indexen, in allemaal zit, mandjes en allemaal ideeën. Dus er zijn natuurlijk echt wel Amerikaanse beleggers, of misschien ook wel Europese beleggers, die zeggen: Jongens, ik verkoop mijn aandelen, ik moet uit de risico, ik moet uit de biotech. Hup, ja. dan wordt er wordt een mandje, een biotech wordt ja. aangelapt en daar zit Pfizer in, daar zit Gilead in. Ja. Maar daar zit Klappels ook in. Dus ja. ik denk dat dat het gespeeld heeft. Dus en eigenlijk is het perfect om dingen te kopen. Deze absoluut. markt, maar daarom noem ik dit aandeel nu ook. Niemand nee, gelooft het nee, maar, maar ook voor hunzelf om dingen te kopen. Hij heeft ik zal, ik zal er straks nog wat dieper op ingaan. <coughs> ik heb meneer Stoffels gesproken in juli. Afgelopen mm -hmm. jaar, serieuze man in België, voorgesteld. Hij zegt tegen mij in juli hè, op zijn Belgische, de Belgische zachte manier gezegd, luister, we zitten in een hele mooie positie, want wij hebben een hele grote zak met geld. En in Amerika zijn er allemaal bedrijven die in fase 2 en fase 3 misschien al zitten, of misschien ja. zelfs in fase 1, die hebben allemaal mooie medicijnen en die hebben geen geld meer. Dus wij zitten in een goede onderhandelingspositie en wij worden nu gebeld, benaderd door partijen die met ons samen willen werken. En daar gaan we onze vrucht van plukken. Datzelfde... Zegt hij ook in het interview met de Financial Times nu weer. Mm -hmm. Dus hij is heel consistent daarin. Ja, er komt binnenkort een dag, en daar <tie> ben ik ervan overtuigd, dat, er, dat hij een samenwerking gaat zoeken. Of dat een Amerikaanse partij met hem samenwerking gaat zoeken, want ik denk dat het, dat het inmiddels zo ligt de verhoudingen. Dan gaan ze het geld van Gelapigos gebruiken om die medicijnen en die onderzoeken te financieren van andere partijen. Om elkaar op die manier ja. te helpen. En ja. daar moet de waarde uiteindelijk uit gecreëerd worden. Okay. Nou, we gaan het zien. Galapagos, dus uh, misschien nog nieuws. Dit jaar en anders zeker in een Q1 over de ziekte van Kroon. Ja. Zou mooi zijn als ze daar wat van vinden, als het werkt. Um, even kijken, ja, dat, 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 dat lijstje: Dogs of de Daal, Albert. Ik heb er eentje bij voor jou ook, die uh, we ja nu zien flow traders Ligt ook als een dweil dit jaar. 21 euro, man. Dat is toch schandalig. Uh, ja, vind ik wel. En, uh, maar misschien heb ik er wel meer van je lijstje in mijn portefeuille zitten. Dat betekent niet. Ik ben, it I it I ben, ben, it it ben er not. bang voor. <laughs> Deze ook. Nee, maar kijk, uh, ja, het bedrijf maakt dit jaar voor mij 2,70 euro winst per aandeel. De koers staat rond de 21. Yeah. Uh, kijk, als je nou een aandeel zou willen hebben in je portefeuille voor volgend jaar, omdat je eigenlijk. Best een beetje onzeker bent over volgend jaar hè? dat het misschien wel eens een heel lastig jaar wederom kan zijn. Kijk, dit bedrijf heeft niet een hele goede uh, macro-economische omgeving nodig of uh, dat de, alles floreert op de bus. Dit bedrijf heeft nodig dat er beweging is. Ja, ja. ja. En en beweging de, is er. En. Uh, ja, nou ja, kijk, als je 270 winst per aandeel maakt, dat is gewoon hartstikke netjes, zeker als je ook nog een bolle dividend uitkeert. Uh, dus voor volgend jaar uh, is dit gewoon een hele leuke uh, en goede aanvulling, denk ik, voor een portefeuille, zeker op deze niveaus. Uh, dus ik overweeg eerder om mijn positie nog wat uit te breiden. Ja. Um, dan ook überhaupt iets anders, dus ja. uh, ik denk dat het een leuke kandidaat is. Het is natuurlijk wel zo, bij een beursbedrijf weet je nooit, is altijd een heel klein risico weliswaar, maar dat er wat misgaat ja. natuurlijk. Er ja, of... kunnen rare dingen gebeuren bij de beurs, zij zitten heel vaak aan de goede kant. Ja, ja, ze ja. moeten natuurlijk geen, uh, ja, even kunnen gezegd fuck-up hebben met die crypto's ja. bijvoorbeeld. Want daar hebben ze ook een paar keer bij ja. mij wat knaak aan verdiend. Ja. Uh, ja, dat, daar gebeurt natuurlijk in die wereld gebeurt heel veel hè, met, uh, ja, de, dat, hoe heet het, FTX. FTX is, ja. uh, is uh, omgeknikkerd. Had je nou je, je Bitcoin staan winnen of had je zegt ja. anders? Je kent mij toch, ik doe, Je <laughs> weet dat ik met Bitcoin zeg, <laughs> maar hoe schrijf je dat als Bitcoin? <laughs> <laughs> b nee, nee. Oké. Okay, ja. <laughs> Build your dream. Nee. Uh... <laughs> nee, ik heb er niks mee te maken. Nee. Nee, nee maar dat kan natuurlijk. Je hebt er niks mee te maken. Nee, ik wil er niks mee te maken <laughs> Ik wil er niks mee te maken, <laughs> er, mee te maken. Ja, er is al een hoop geld weg, hè. 1,8 miljard is pleitels. Ja, pleitels. Ja. Ja, nee, maar ja, dat, dat, dat is wel bij zo'n flow traders natuurlijk. Ja. ja. In principe zeggen ze altijd dat ze alles proberen te hatchen. Maar er zullen vast dingetjes zijn dat ze proberen iets te hatchen. door iets wat heel erg gecorreleerd is met die bepaalde assets. en dat ze op die manier claimen uh, volledig gehedst te zijn. Maar dat is natuurlijk niet uh, altijd het ja. geval. Ja. Nee, dat dus, uh, kan altijd. Ja, ja, oh, maar goed, met ze de het de hebben toen ook ooit meer inmiddels... in een kataal. weet ik hoeveel uh, bizarre winst gedraaid. omdat het toen, uh, toen was het met die. Zwitserse oh, nou. fonds volgens mij ja. dat. Uh, met die volatility. dat ja de fix uh, de vix dat was uh, in 2018 dat was was uh, hadden ze volgens mij ook echt in een paar dagen verdiend. toen moesten uh, toen ging er iets uh, ja je, je hebt die die ETF wereld al die heel veel bedrijven die geven nu <coughs> allerlei ETF ETF is niet meer een ETF zoals het vroeger was hè? maar je hebt nu ja. alles kun je doen met een ETF ja. en die hadden dus van die ETF's daar daar uh, belegde je in de fix. maar dan short Oh ja, dat was wat ja. En dan met een driedubbele erfboom. Oké. Okay. Dus ja. keer drie. En dat waren fantastische dingen als, jij, <laughs> uh... als, de als er niks gebeurde. Maar als er wel wat gebeurde, ging die fix omhoog. Ja. En dan moesten die, die Zwitsers, voor mij was het Chris de Swiss of, of uh, die andere, dat ik even af zijn. Maar uh, die moesten alles uh, terugkopen. En die hebben dus de fix gekocht op... op 80, 900. 90, ja, wat je ja. eigenlijk nooit ziet. En uh, we zaten uh, toen een hele goede verkoper. in, dat was voor mij flow. Oh, dat is al. Dus die, ja. die, die hebben daar, ik weet niet. Onwijs, ik denk uh, voor mij 80, 9 miljoen aan verdiend Of zo op, op, uh, in een paar dagen tijd. Uh, dus dan moet je ook durven en erbij zijn. Natuurlijk. Ik zoek ook altijd nog zo'n idee. <laughs> ja, maar nee. één keer. In mijn carrière Eén keer, keer zo'n ideetje. Heb Snel. je een koersdoel voor flow? Volgend jaar. Wat, wat is dan een normale koers voor zo'n bedrijf? Eh, nou, Laat maar negatief zijn. Tien keer de winst: uh, 28 euro. Oké. Okay. Prima. Heb jij zo'n flow? Hebben jullie ze bij de, de klant nee. in de portefeuille of niet? of dus niet. Nee. Overweeg je ook niet voor toch een beetje een kleine uh, edge? Ik denk straks na de aflevering. Ja, we, we, we zullen jullie met... straks even bijpraten. <laughs> nee, ja. ik heb geen positie. Ik zal er zo over nadenken. Oké. Dan, ik, ik loop even een paar, niet alle namen zag verklappen hier, maar een paar andere namen erdoor. Tom Tom hebben we het wel zo gehad Edwin, toch? Ja. Daar hebben we nog bepaalde warme gevoelens bij. Ja, geen warme gevoels meer. Ik ja, uh, frustratie. Ik, ik weet het niet. Ik, uh, ik heb vorige keer ook eens hier gezegd, dacht ik, hè, dat ik heel positief over Tom Tom was. En dat ben ja. ik in essentie nog steeds ja. wel. En het is niet eens zo heel lang geleden. Er zit ook nog een hoop cash in. En, als, en er zit genoeg cash in. En, maar dan zie, en dan zie je we toch weer dat ze met één of twee persberichten zijn geweest de laatste weken. Die op zich per definitie positief lijken te zijn. In de koers gaan, uh, ja, alleen maar naar beneden. Ik, ik ben het spoor een beetje bijster. Ik, ik denk niet dat ze sportgekoopt zijn. Sporen bijster, Tom Tom. Ja, 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 ja. Uh, uh, volgens mij gaan ze een keer van de beurs ja. af, maar het koersloop is, ja, het ja. is uh, verbazingwekkend. Ja. Voor jou Albert, je maakt af en toe wel ritjes met TomTom. <laughs> <Tjonge>, jongen, jongen, jongen. <laughs> ik bedoel <Nee, knap> van... <laughs> ik serieus. Ja. Ja, op met die rond, Wat je, je heel het... vaak ziet heeft, met, met de cijfers bijvoorbeeld. Er zijn ja. altijd tegenvalende cijfers. Ja, en dan gaan we nee, 10, 15 af en een paar weken later stelt het. Er zit wel een kopertje in kennelijk. <laughs> en nu is het weer weggezakt. Het is weer op dus, ja. Ik, ja, ik ga inderdaad vaak short uh, net voor de cijfers, omdat het bijna altijd uh, misgaat. Uh, en, uh, maar ja, kijk, het is een beetje een aandeel uiteindelijk ook wat heel moeilijk is, omdat gewoon, er zit heel veel in vaste handen. Uh, het is een eeuwige belofte. En nu hebben ze dan die kaarten, die dan slimme kaarten, hè, dat ze heel veel minder mensen diezelfde kaarten kunnen maken. <coughs> dus het ontwikkelt zich wel goed. Maar ja... Grote beleggers kunnen hier gewoon überhaupt niet in, want daarvoor is het veel te klein. Dus je moet het eigenlijk hebben van de retailbelegger, die denk ik twee derde van die free float bezit. Ja, ja en die retailbelegger, uh, die, ja, die, die denkt waarschijnlijk nog, uh, Tom, Tom, dat is toch dat kastje aan je raam? Uh, hebben gesageerd even. En, uh, dus ik, ik zie het uit zichzelf, tenzij ze in één keer een enorme vrije kaststromen gaan maken, maar uit zichzelf zie ik het niet heel snel ja, uh, herstellen, uh, bij wijze van spreken, verdubbelen vanaf hier. Nee. Alleen ja onder in de 6. Ik vind het toch dan wel echt echt extreem goedkoop. Op onder op zes. in de 6 dan denk half. ik van misschien uh, ja, ik ze gewoon gekopen want volgens mij kun je er geen bel. Er zit toch 3 euro aan cash in of zo, iets meer. Ja, bijna drie. 3, maar, maar, maar heb punt punten, ze zijn de geloofwaardigheid kwijt. Ja. Dus ik heb de hoop niet helemaal opgegeven, want kijk, ik zie wel kijk, kijk ze komen kort geleden met een persbericht en dan hebben ze het over de free cash flow die ze denken te halen in 2025 onder andere wordt genoemd. Ze hebben het over winstmijzen die ze halen. Ja, jongens. Als ze die doelstellingen waarmaken, die ze uitspreken, en de verwachtingen die ze uitspreken, ja, dan is het aan de sport en sport en sport te koop. Maar schijnbaar zijn er heel veel beleggers in de markt die zelfs die verhalen niet meer geloven. Ja. Nee, maar dat, 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 en dat is ook volledig begrijpelijk, want ik heb, ik heb het bedrijf echt heel lang op de voet gevolgd. Hè. Um, alleen, alles wat ze in het verleden, nou ja, alles is een beetje cru om te zeggen, ja. maar heel veel dingen die ze in het verleden... Elke keer zo'n capital markets day dan denk je, jeetje, dat is enthousiast. Alleen, ze vertellen ook hetzelfde verhaal, maar ze halen nooit de cijfers. Nee, klopt. Dus ja, dat niemand dat serieus neemt, dat snap ik wel. En er komt dan bij dat er een grote aandeel in zit. Met z'n vier hebben ze 48%. dus die... Het is gewoon voor serieuze institutionele beleggers. Je kunnen hier gewoon niks mee. Wat is de free float? Hoeveel miljoen? Volgens mij, uh, van, hebben ze met z'n 48%, dan heeft John uh, ja. de Mol heeft dan 5%. Dus dan zitten er uh, om en nabij de helft, denk ik. Uh, ja, dat ja. Ja. Ja, is gewoon klein. Maar goed, als ze het bedrijf van de beurs wil halen zelf, hè, dat zet ook wel wat fantasieën in. Ja, maar dat uh, wil die zelf niet, denk ik. Want ik bedoel, die man die, uh, ja, die gaat ook op een gegeven moment een keer met pensioen, zou je zeggen. Uh, dus het zou logisch zijn dat uh, het zou logisch zijn, eigenlijk dat een groot technologiebedrijf, wat zelf die kaarten niet heeft, dat er gewoon van aftrekt. Ja. Maar die moet dan wel eerst langs. Langs Harold Gordijn, want ze kunnen wel een bod doen maar zij niet akkoord gaan. <kijkt> hij moet eerst akkoord gaan. Ja. En dan moet zijn een goede prijs, bieden, denk ik. Nou ja, we gaan het zien. Tom, Tom, ik ga toch even goed naar kijken. Ik, wat ik zelf heb gekocht, jongens, deze week: full disclosure, zoals ze heet. Philips, de Flippies. Ja, hij had toch een klein beetje goed nieuws begin van de week. Albert, niet in ja. beeld brengen alsjeblieft. Ik snap <laughs> oh, er wel, ons. niet. Ik snap het wel. Ik, 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 heb, ik zat te kijken, er is nu al uh, afgelopen paar keer, iedere keer met slecht nieuws, uh, ja, gingen die koersen niet echt meer omlaag. Wordt geabsorbeerd, denk ja, iedereen is er wel zo'n een beetje uit, lijkt het wel, Edwin. Nou, okay, wij, wij, wij hebben geen positie, maar ik snap jou, jouw keuze wel, want het, het doet me denken aan vanochtend, Het toevallig gaat het over, ik, ik zeg tegen een van mijn collega's, zeg ik vanochtend, nou, ik heb gisteren dat persbericht van, van Philips gezien, of ja. eergisteren, of gisteren was het, denk ik, ja, en daarin zegt eigenlijk Philips, nou, we hebben zelf het onderzoek gedaan en het blijkt allemaal misschien wel minder echt te zijn dan, we, dan de maakt het me denkt, dat is ik weer de essentie wat ja. ik er een beetje van lees. En dan zegt een van de collega's tegen mij, ja dat zal wel, maar dat, ik denk niet dat dat zo is. En uh, het zal toch wel anders zijn, ik denk dat ze het verkeerd hebben. Ja. Dat geeft precies aan hoe de markt dit denkt Mensen geloven het verhaal niet meer. Nee. En alles wat, wat je, in essentie zou je zo'n persbericht, zou je positief kunnen uitleggen. Ja. En in de normale tijden zouden de beleggers dat ook ja. doen. Maar diezelfde tekst die je positief zou kunnen uitleggen, wordt nu door de beleggers... Ook weer negatief uitgelegd. Dus als files morgen zou zeggen van ja, we denken dat het hele probleem is opgelost, dan gaan toch mensen zeggen: ja, uh, de rechter gaat En goedkeuren. Ja. Dus iedereen is extreem negatief. En wat jij zegt, de koers daalt niet echt meer. Dus wij hebben geen positie, maar ik, ik snap je keuze wel. Ja, gelukkig. Albert, jij begrijpt natuurlijk ook wel, wat ik bedoel, of niet? Nou, je zegt van uh, iedereen is eruit, maar dat kan niet, want dan moet ook <laughs> altijd iemand weer inkomen. Dus, uh. <laughs> Ja, nee, dat, is, dat is zeker zo. Ik zeg dus dat is zeker is er niet, zo. niet uit. Je bent eigenlijk op zoek naar nieuwe, nieuwe oh. lange termijn aandeelhouders. die met die. Ja. Met, uh, hoe het, die, Nico, met die diamond Hands die, die niet bij eurotje winst ja. weer eruit stappen, Ja, dat ben ik ja. helaas niet. Oh. Maar goed. Uh. Ja, kijk, het blijft gewoon, uh, denk ik, een lastig verhaal. Met, met een dossier wat gewoon nog heel lang gaat voortzeulen. En dat zal uh, dat heel 23, waarschijnlijk ook nog 24. Zullen ze dit dossier nog. Uh, zullen ze dit met zich mee torsen? Nou, Dan moet je ook niet vergeten. Dat ze best wel wat schulden hebben. Dat ja. ze ook zelf hebben aangegeven dat... Naast dit hele verhaal, het ook niet heel lekker draait. Hè? Dus de uh, nee, dalende winstgevendheid, die krijgen we er ook nog even bovenop. Uh, een nieuwe CEO die uh, net, natuurlijk al wel lang zit, maar die zal alle pijn die hij kan verzinnen, zal die bij die jaarcijfers er denk ik nog wel doorheen pompen. Ja. Uh, maar dit dossier dus, is uh, van hem. He? Nou, heeft het, is, het, het, is, het valt wel in de categorie bij jou. Je bent meestal net iets te vroeg. Dat, uh, dat deze dan denk ik ook. <laughs> te vroeg dan de laatste <laughs> zeg ik altijd. <laughs> Ik um, ja. krijg nooit spijt als het omhoog gaat. <laughs> dat is ook zo. We gaan het zien, wat het wordt, jongens. Nou, we, we, we hebben nog heel veel meer uh, uh, aandelen erop staan. Voor Farmers, Edwin, nog iets. Uh, heb je die man al gesproken met die uh, Spierings? Nee, nee, hij wordt formeel volgens mij de 17e oh nee, januari. Beginnen, natuurlijk. Ja. Ik ga wel even naar die vergadering doen denk ik, we moeten stemmen. Vind ik we wel even leuk. Ja. Nee, nou, ik heb eerder hier wat over gezegd en ook in andere media wel. Uh, ik denk dat het een sportgekoop aandeel is en vergeten en verloren door iedereen. Ja. Maar met name de aankondiging nieuwe topman is erg extreem positief. De uh, aankondiging strategie die ze gedaan hebben is extreem positief wat mij betreft. En het mooiste seintje dat het aandeel absoluut nu koopwaardig is, kreeg ik afgelopen week, toen er toch weer een persbericht kwam, dat de, de fusie die ze in Engeland op bekokstoofd en al hadden aangekondigd in ik meen, in juli uh, dit jaar. Dat de toezichthouder daar, daar toch wat twijfels heeft. En dat dat eigenlijk op uh, ja, wat uitgesteld nu of verder onderzocht. Dat was een enorme tegenvaller voor, voor Farmers. En je ziet gewoon dat uh, het persbericht wordt gepubliceerd. En uh, nou, er werd amper in de aanleg gehandeld. En de koers is tegen gewoon die dag. Dus de ja. beleggers uh, rekenen nergens meer op. Uh, vinden het ook niet meer erg als bepaalde fusies of overnames niet meer doorgaan. Hier murf gebeukt. Murf nee. gebeukt. Uh, maar uh, eigen vermogen van 3,60 euro per aandeel. Uh, nieuwe topman, al die verhalen. Uh, Absoluut koopwaardig. We gaan het zien. Oké, okay. nou prima. We zijn bijna aan het einde van de show jongen. Ik zou zeggen, um, dit lijstje, je mag allebei, mogen jullie één aandeel uh, toevoegen. Dit lijstje. Een aandeel dat het niet goed gedaan heeft, maar je bedenkt, voor volgend jaar moet daar wat gaan gebeuren, mag daar wat gaan gebeuren. Albert, wil je beginnen? <laughs> wat leuk. Nou, ik heb er denk ik al heel lang niks meer over gezegd, maar ik ga hem dan toch gewoon als afsluiten van het jaar een keer weer noemen. Dan denk ik Justy TKW. En waarom? ja nou waarom kijk uh, uh, ik kreeg toevallig net voor de uitzending uh, kreeg ik uh, berichtje dat uh, schijnbaar hebben ze rondgebeld uh, over de uh, yeah, uh, pre-closing call voor de cijfers noemen ze dat oh dat dus de analisten een beetje een ze, beetje uh, bijpraten ja, over dat ze hoe zeggen, het, uh, gaat het uh, wat heb jij uh, wat heb jij getaxeerd mag oh. dat eigenlijk en uh, ja ze doen het, iedereen doet het uh, randstad uh, bij wijze van spreken, al die ja. bedrijven die doen het ja. ja ik vind het altijd een beetje uh, nou, ik vind het altijd een beetje dun ijs, zeg maar. Yes. Uh, alleen uh, lijkt erop, uh, wat ook voor mij eigenlijk geen verrassing is, dat die, die GTV, hè, de handelsvolumes, of wat mm -hmm. ze dan via hun is gegaan, dat dat aan de onderkant van de, van de, van de bandbreedte wat afgegeven. Nou, ze hadden al gezegd load single digit. Nou, dan ga ik gevoegelijk maar uit dat het dichter bij 0 zal zitten dan bij 2. Uh, uh, en uh, de winstgevendheid die in Q3 al aanwezig was, het derde kwartaal. Uh, die zal zich heeft zich, uh, nou, zoals ik het las, uh, verder verbeterd in het vierde kwartaal. Dus dat is positief nieuws. Uh, maar uh, ja, het, het lijkt een beetje dat het nu alleen maar uh, kosten snijden is, uh, het bek. To normal zeg maar. Dus ja. heel veel personeel eruit. Heel veel onzinnige uh, ja, gecreëerde functies waarschijnlijk uh, verwijderen. <laughs> Niemerskie. skiën, uh, 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 neem ik aan. Uh, en ik hoop ook dat ze ook nog besli beslissingen nemen, bijvoorbeeld over, uh, over uh, Australië en Nieuw-Zeeland. Ja. Uh, wellicht in Amerika. Uh, dus dat, 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 dat zit eraan. Dan heb je die nieuwe uh, Europese uh, regelgeving mm -hmm. op het gebied van uh, arbeid. Uh, nou, dat zal in 2023 toch ook uh, zijn beslag moeten gaan vinden, waardoor hun relatieve competitieve positie uh, verbetert. Uh, ja. Vier caps? Dus uh, de vier caps, ja, die, uh, ja, toen ik, ik dat voor mij wel gezegd, maar dat, ik denk dat ze eind november zeiden ze tegen mij van uh, we verwachten daar wel wat over in de komende weken. Ja. Uh, dat toch wel uh, uh, ja, keer, het duurt maar, wel een beetje lang. Het is natuurlijk politiek, hè? Ik bedoel, moet in, die, in de gemeenteraad <coughs> van New York worden beslist. En dat, is, dat, ja. dat kan ook maar zo weer uitgesteld worden. Dat... Ja, dat, kijk, en dat zou een deltaatje ja. kunnen zijn van 120 miljoen volgens mij. Mm. Nou, laten we zeggen dat ze dan weer de helft weer uh, verbrassen. Want dat zit ook wel een beetje in de DNA van het bedrijf. Dat ze ja. 60 tot uh, 100 miljoen daar ook weer extra EBITDA uit krijgen. Maar als ze in het vierde kanaal bij wijze van spreken, uh, nou, laten we zeggen uh, een miljoentje of 50, 60 ebitda, hebben. Als je dat doortrekt naar volgend jaar. Nou, en dan zit je al misschien wel uh, op uh, bijna een kwart miljard uh, EBITDA. Nou, als dan dit erbij komt dan uh, kun je misschien wel de 300 miljoen EBITDA uh, ja. neerzetten en dan ben je ook free cashflow positief. Uh, dan kun je misschien wel eens gaan denken aan uh, een aandeleninkoopprogrammaatje. <laughs> eh, dus het uh, ik, ik uh, ik heb me er extreem druk heel erg meegemaakt en heel lang. Ik maak me er eerlijk zijn niet meer druk om capsen, kousen. En uh, we gaan het meemaken. Maar ik zit even te denken, Albert. Hè? Want uh, die freekraffers spelen voornamelijk in New York, dacht ik hè? Ja. En uh, ik hoor je net zeggen, gemeente moet beslissen. dat zal, dat zal ongeveer op een instantie zijn die daar ja. politiek gezien moet beslissen. Ja, 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 klopt. Ik zit net even te denken. Je kunt geld verdienen. En misschien doen sommige hedgefondsen dat ook wel. Kijk, die, alles is transparant openbaar tegenwoordig. Dus ja, als jij goed. van tevoren de, uh, kunt lezen wat de agendapunten zijn in een bepaalde ja. raadsvergadering, nee, nee, dan zal het staan. Ja. En, ik weet ook wie dat heeft aangekaart? Die, okay. die naam heb ik. Nou ja, maar goed, als ja, als je, die volg ik zelfs op Twitter, dus zie daarmee. Nee, maar, maar, nee, maar als jij naar zo'n stel je ziet de agendapunten van van raadsvergadering, <coughs> ja. dan weet je dat het staat. Je ja. bent zo slim dat je zegt: ik ga naar die vergadering toe, want die zijn vaak openbaar. Dan zit je op het tribune. Dan hoor je het. Dat is ongetwijfeld uh, de, uiteindelijk een persbericht komen. Dat kan een dag of twee dagen duren. Maar dat persbericht komt uiteindelijk wel. Dan kun je een enorme informatievoorsprong hebben. Ja. Okay. Okay. Ga eens even een boeken voor, ja, Jordi. voor Jordi, want die heeft <laughs> nog niet zoveel te doen. Dan kan Jordi even doen. Uh, Houdt houd, houd Jordi mij op, 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 op hoogte als je op ja. het tribune zit? Bedoel. Hij doet altijd eerst Nico en mij en, en dan daarna. Okay. Als, nou, als, uh, als wij gekocht hebben, dan krijg je nee, Als, als ik dan is. meteen aan de beurt ben, ben, ben ik tevreden. Kun jij, kun, kun, kun je zit wel in de eerste ronde. Ja, je zit wel in het wagonnetje 1. Eén um, ding nog, Albert. Want de, je zegt dan: nou, nou, stel dat Jesse Teken die komt, dus met, met, met de omzet gaat dan een beetje, een beetje tegenvallen, maar de winst ja, het, meevallen. Het, het, het wat, de wat is dan, hoe weegt dat op de beurs? Ja, nou, ik zou denken: na nou, al dat gezeik wat we de laatste jaren hebben gehad, dat, dat niemand geld verdient. En als er dan wel een keer positieve EBITDA is, dan zou dat toch de, uh, de hoofdmoot moeten zijn, zou ja. ik zeggen. Oké. Okay. Het laatste woord aan jou, jongen. Uh, heb je, jij mag er ook eentje toevoegen. Ik denk, nou, uh, heb je nog wat in je achterzak? Of denk je, nou dat. Ja, nou ja, dan laat ik een beetje aan de, aan de tussenhaakjes veilige kant zitten, wat grote aandelen. Ik, ik geloof wel in Microsoft, ja? voor 23. Ja, daar laat we. we kennen allemaal een bedrijf, het is natuurlijk een enorm bedrijf wat ook afgeslacht is, omdat ja. het op de Amerikaanse beurs genoteerd is en omdat het als bedrijf wordt gezien. De laatste keer dat ze met cijfers kwamen, vielen de cijfers een klein beetje tegen. Ook omdat ze onder andere last hadden van de hoge dollar. Nou, dollar is ook redelijk afgekomen. Ja. Uh, ik verwacht wel dat de Amerikaanse aandelen, zeker de tech-aandelen, wat gaan herstellen. Ik ben absoluut uh, niet iemand die verwacht dat, die, dat de, de, de Nasdaq heel fors gaat herstellen volgend jaar. Ik denk dat dat tegengevallen. gaat vallen. Maar, uh, los daarvan... Microsoft met zoveel cash, zoveel geld, zullen ook overnames gaan doen, kunnen kun ook goedkoop gaan inkopen. Uh, lage dollar inmiddels. Uh, ja, voor mij is dat een uh, solide aandeel waar ik uh, wel in durf te leggen. Okay. Dit jaar zo'n 28% gedaald begrijp ik. Precies. He? Ja. Dus uh, oké, okay, Microsoft schrijven er ook bij. Nou, dan zijn we er door jongens. Dan uh, wens ik jullie alvast hele vrolijke kerstdagen. Twee dagen lekker eten en drinken en ik zitten. Je Gezellig, kijk er recht naar uit. Ja. <laughs> Lekker drinken, Nico. <laughs> nee, dat doen we rustig aan. Um, voor de mensen thuis, nogmaals, als je wilt inschrijven voor het beleggersdebat van links, waar Edwin ook zijn opwachting maakt, ik ben heel benieuwd. Uh, dat kan via de link hieronder. 11 januari is dat. Woensdagavond, meen ik. Uh, avondvullend programma. Van harte welkom. Kost niks, gratis. En um, ja, dan wens ik iedereen een vrolijke kerstdag en dank ik mijn gasten hier. Tot de volgende keer. Heel ja, bedankt. Dank je wel.